dat ze tegenwoordig allemaal niet durven schrijven. Hè. Kijk nu een keer. Dat is het enige wat dat die doet hè, een hele dag. Die zit weer te chatten met Gail. Dat is de liefde, hè? Ja, de liefde. Die doet niets niet meer voor school, hè? Het is toch een goede student, altijd geweest? Ja, je zegt het geweest, voordat hem Gail kende. Maar is eigenlijk een tijd, een vakantieliefde, dat dat gewoon vanzelf voorbij ging? Omdat je elkaar niet meer zag, nu met al die Skype- en chattoestanden. Die hadden gewoon dat vlammetje brandend. Dat is toch waar? Alleen voordat je goed en wel door had dat je niet bij elkaar past, is er ik weet niet hoeveel tijd voorbij. Snap je? Dat heeft ook zijn voordelen, zo'n lange afstandsrelatie. Hoe dan? Er komen veel minder rapvodden van als bij ons in de tijd. Ja, dat is wel anders als ze niet worden, ja. Of dan moest het via de post doen, hè? Ze kwakschen in een pakje. Maar hij heeft hier gekomen. Tje, oh, ik wil dat zelf niet.